Het lijkt wel een finale van Wimbledon of Roland Garros, maar geen Pliskova, Halep of Kerber. Nee, vandaag staat Anne Meijer op de baan. Ja, voor mij. En wie denkt makkelijk te winnen van een 90-jarige, komt bedrogen uit. Nou, dan moet je hard rennen, want ze kan gemene balletjes geven. Anne kan een bal ongelooflijk goed raken. En als je niet oppast, verlies je gewoon van Anne. Dat is zund. Trust, ik moet een puntje halen. Het geheim? Dat is de gunst van de hemel. Dat is de gezondheid. En dat is de gretigheid. En dan is het natuurlijk structuur in je leven brengen. En ik vind dat helemaal niet vermoeiend hoor. Want als ik een half uur na het spel ben ik weer helemaal fit. Gaat nog niet echt, hè, Truus? Vandaag gaat het alleen allemaal niet zo best. Dat is helemaal niks hoor. Nee. Nou ja, goed. Het gaat de ene keer beter dan de andere keer. We zijn geen beroepstennissers. Je beweegt en je loopt en je maakt een praatje. En ja, dat is allemaal heel plezierig. Mooi, Truus. Je houdt de eer op.